Hoi, ik ben Nienke, 19 jaar en tweedejaars social work student op de Hogeschool Rotterdam. En naast dat ik studeer, werk en stage loop, ben ik ook maatje bij Schut op Maatje Ridderkerk. Al bijna een jaar. En ik ben daar eigenlijk ingegroeid via de voedselbank, want daar was ik in eerste instantie ook vrijwilliger. En zo ben ik eigenlijk een beetje ingegroeid. En naast dat ik er heel veel uithaal voor mijn studie of voor mijn toekomstig werk, haal ik er ook op persoonlijk vlak heel veel uit. Omdat het me echt goed doet om een hulpvrager te zien groeien. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Dat ze steeds zekerder wordt en steeds meer zichzelf gaat openstellen. Dus dat doet mij super goed om dat te zien. En naast dat je er natuurlijk voor het financiële overzicht bent, ben je er natuurlijk ook als luisterend oor. En dat is echt fijn om dat te kunnen bieden aan iemand. Dat je even zonder oordeel luistert, dat ze de ei kwijt kan. Dat je present bent, zoals ze dat ook wil noemen. Dat je er echt voor de ander bent op dat moment. En dat is super mooi om te doen. Ik vind het super dankbaar vrijwilligerswerk. En daarom zit ik hier ook nog na een jaar.